bepaalde niveaus van gevoelens moet je wantrouwen. Of zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Onderscheiding vindt plaats op een dieper niveau van gevoel. En niet op het niveau van de bovenste gevoelens die beïnvloed worden door het weer, door de hormonen, door mijn spijsvertering en dergelijke meer. Kijk, een aantal jaren geleden woonde ik in een gemeenschap waar een medebroeder van 50 leverkanker kreeg. Anderhalf jaar later, Jeff heette hij, het was in Antwerpen, was aan het einde. Hij is gestorven op donderdag. Op zondag was hij nog thuis in de gemeenschap en heeft Jeff gezegd in de gemeenschap: ik ben een gelukkig mens. Hij was 51 jaar, was volledig opgeblazen, was eigenlijk stervende. Ik ben een gelukkig mens. En op woensdagavond was hij in het ziekenhuis, ben ik hem nog gaan bezoeken. Ik was de laatste die bij hem op bezoek gekomen is. Hij was nog bewust, had zijn ogen dicht en hij had heel veel pijn. Hij heeft maar twee woorden gezegd. Mission accomplished. Wel, voor mij was het duidelijk, die man die was gepokt en gemazeld door die Ignatiaanse spiritualiteit, door het onderscheiden. Aan de bovenkant was het storm en meer dan storm, maar hij bleef in staat om verbonden te blijven, ook in die levensbedreigende storm, met die onderlaag, met die diepere gevoelslaag in de innerlijkheid, ik noem dat soms de affectieve bedding, die veel constanter is. En daar spreekt God. En daar spreekt de waarheid van jouw leven, zou ik zeggen. En dus zelf, in een moment, in het uur van de dood en van een tragische dood in zekere zin, kon die man eigenlijk nog zeggen, op zijn, in zekere zin, het gaat goed met mij, ook al ben ik stervend.